Goeiedag, welkom al naar hier te komen. Wat we vandaag voornamelijk gaan doen, is eens kijken hoe kan ik eigenlijk heel gemakkelijk modelleren binnen Vectorworks. 3D modelleren. Die vorige les, die ging voor, of workshop, die ging voornamelijk over het 2D tekenen. Maar Vectorworks is veel meer dan dat. Vectorworks is ook een heel goed 3D programma. Ik heb hier al een tafeltje staan. Die tafel is eigenlijk gewoon een eenvoudige polylijn. En die polylijn die had ik vorige week al aangemaakt, dat was mijn glazen tafel. Nu gaan we daar een echte glazen tafel van maken. En het makkelijkste eigenlijk om een 2D-object om te zetten naar een 3D-object, is door die te selecteren, dus die in 2D sowieso al te selecteren. Dan gaan we naar het menu bewerk, 3D, en daar kiezen we voor extrusie. Extrusie wil zeggen, ik ga er een hoogte aan geven. Het enige dat je dan moet doen is, hoe hoog moet die dan zijn? Wel bijvoorbeeld 2 centimeter hoog. Ik ben alles trouwens, alles wat ik nu ga tekenen, is ook in centimeters. Hij heeft zijn 2D kenmerken kwijt, maar als ik ga kijken in perspectief, naar een perspectief gaan doe je eigenlijk het makkelijkste via je numeriek klavier. Het numeriek klavier, dat is onze sneltoets eigenlijk naar die 3D's. Ga je naar de sneltoets 1, 3, 9 of 7, dan ga je zien dat je naar een perspectief gaat. 2 is het vooraanzicht, 8 is het achteraanzicht en 4 en 6 is links en rechts. Klik je op het nummertje 5, dan ben je, het lijkt of dat we hetzelfde zijn, dan ben je in bovenaanzicht, het bovenaanzicht van het 2D. Het verschil met 2D is, dat is de sneltoets 0, is dat we hier effectief gaan tekenen. Je kan ook al een beetje een kleurverschil zien op de achtergrond. Nu is het echt wit. Duw ik nog eens op 5, dan ga je zien dat het eerder een groene achtergrond is. Dan merk je ook een beetje dat je in een perspectief bezig bent. Dus ik heb mijn tafel getekend. Natuurlijk, die tafel die heeft meestal, die ligt niet op de grond, die heeft meestal een hoogte. En die hoogte die kan je het beste aanpassen via ons infopalet. Dat infopalet dat is het paletje waar we de meeste informatie gaan terugvinden. Dat kan je rechtsbovenaan terugvinden. Je ziet hier staan Z-hoogte. Z-hoogte is de hoogte op de grond, hoe hoog is die tegenover mijn nulpas? In dit voorbeeld neem ik een hoogte van 70. En dan ga je zien dat die al een beetje naar boven springt. Een tafel heeft natuurlijk ook een poot, meestal. Dus ik ga een cirkel tekenen, als poot. En die cirkel heeft een grootte van 20 centimeter. Ik kan daar eventueel opnieuw zo'n extrusie van maken, maar ik heb liever eigenlijk dat die poot nu van heel breed naar iets smaller gaat naar boven toe. Dan ga ik nog eens dat naar het menu 3D en dan ga je zien dat er meer opties zijn bij die extrusie. Onder extrusie ga je alle soorten, alle vormen van 3D-volumes, 3D-creaties terugvinden. Eén daarvan is conische extrusie. Dan vraagt hij niet alleen wat is de hoogte, maar hij vraagt ook de afhellingshoek. Een hoogte nu van bijvoorbeeld 70. En ik ga een hellingshoek nemen van 5. Dat wil zeggen dat hij 5 graden naar boven gaat. Heb je je hellingshoek gegeven en ben je toch nog niet tevreden, wou je dat die eigenlijk iets minder versmalde, dan kan je die hellingshoek ook nog aanpassen via dat infopalet. In het infopalet, dat is eigenlijk het paletje dat we heel vaak kunnen gebruiken, want met dat paletje kunnen we al onze informatie gaan bewerken, gaan aanpassen, gaan terugvinden. Die hoek staat bijvoorbeeld nu op 5 graden, wou je toch liever een hoek van 3 graden, dan kan je die nog gaan aanpassen. Natuurlijk, zo'n tafel dat kan ook wel een poot hebben. Nu, de eerste manier die ik heb laten zien, dat was eigenlijk hoe kan ik van een object een volume maken. En dat hebben we gedaan via extrusie. Een andere manier is door de cirkel te tekenen. Even iets aanpassen. Dus we tekenen die cirkel, bijvoorbeeld een cirkel van 30.
En die cirkel, als we die juist hebben getekend en we gaan daar met onze muis over, dan ga je zien dat die cirkel rood wordt. Als die rood wordt, wil dat eigenlijk zeggen dat we een soort push-pull effect gaan kunnen hebben. Zij die met SketchUp al werken en hebben waarschijnlijk al heel vaak push-pull gebruikt. Wel, dat zit ook in Vectorworks, dat push-pull. Ik ga dan met mijn muis over dat vlak en dan kan ik die onmiddellijk omhoog trekken. Met de taptoets, dus als ik op de taptoets duw, dan ga je zien dat dat blauw kaartje, dat mijn cijfertje ook blauw wordt. Als dat cijfertje blauw is, kan ik ook onmiddellijk daar een juiste hoogte aangeven. Bijvoorbeeld hoogte 1 centimeter. Daarnaast hebben we ook nog bovenaan, zou ik ook graag nog een vlak hebben, maar natuurlijk, ik wil die ook wel onmiddellijk daar bovenaan tekenen. Dat is nogal moeilijk, want als ik nu onmiddellijk zou klikken, ja, dan zit ik nog terug op de grond. Door uw werkvlak op automatisch te zetten, wat is een werkvlak? Dat is eigenlijk het vlak waarin je tekent. Dit is schermvlak, wil zeggen ik ga onmiddellijk iets 2D tekenen in perspectief. Klik ik hier bovenaan, juist naast dat oogje op schermvlak, dan wil dat zeggen dat ik, als het 2D is, dat het tegen het scherm blijft plakken, mijn tekening. Dat willen we ook niet. Maar je hebt ook de optie automatisch. Een sneltoets voor de optie automatisch is gewoon op jouw C duwen. Zonder Ctrl, zonder Alt, gewoon C. En met die automatisch ga je zien dat er altijd een vlakje paars wordt. Doordat dat vlakje paars wordt, kunnen we ook onmiddellijk op dat vlak gaan tekenen en zit dat ook onmiddellijk op de juiste hoogte. Ik ga dat nu even niet doen. Voilà. Stel dat onze tafelpot klaar is, dan bestaat die nu nog altijd uit 2 stukken. Dat wil zeggen, als ik die ga verplaatsen, ja, dan moet ik altijd 2 stukken selecteren om te kunnen verplaatsen. Door die alle 2 te selecteren, kunnen we die gaan samenvoegen. Je selecteert beide objecten, rechtermuisklik en dan ga je de optie volumes samenvoegen tegenkomen. En nu is dat één geheel. Hoe weet je dat dat één geheel is? Niet alleen dat als ik het aanklik dat alles geselecteerd is, maar je gaat het ook in ons infopalet terug kunnen vinden. Samenvoeging van volumes. Ga ik in open geheel kijken, want nu is het eigenlijk een draadstructuur. Je kan er eigenlijk helemaal doorzien, het is precies transparant. Als je op het theepotje klikt, rechtsbovenaan, dan ga je verschillende renderopties zien. De optie om heel snel even jouw zicht te bekijken, dat is open geel. Klik ik op die open geel, dan ga je eerst en vooral zien dat alles heel rechthoekig is. Dat komt omdat die instellingen nog niet volledig juist staan. Waar kan je dan die instellingen vinden? Wel, we gaan terug nog eens op dat theepotje klikken en helemaal onderaan zie je het nog eens open geel staan. Maar dit zijn de instellingen van open geel. Standaard staat meestal anti-aliasing niet goed aan. Anti-aliasing zorgt er eigenlijk voor dat als we iets rond gaan tekenen, dan gaat die ook effectief rond verschijnen. Dus die mag zeker aanstaan. Textuur mag ook zeker aanstaan. Textuur zorgt ervoor dat als we een textuur opplaatsen, dat die ook die textuur weergeeft. En schaduw mag ook zeker aanstaan. Die segmenten ga ik iets hoger zetten. Segmenten zijn eigenlijk de deeltjes waarin die verdeelt. Als die laag staat, gaat die heel grote vlakken maken. Staat die iets hoger, gaat die vlakjes al veel kleiner maken. En dan ga je zien dat die veel ronder is nu. Via die open geel zie ik nu dat het echt heel hoekig is onderaan mijn poot. Wil je dat die poot iets afgeronder is, dan kunnen we de verbinding tussen deze twee gaan afronden. Afronden ga je kunnen terugvinden in het paletje van de aanvullende gereedschappen. In het paletje van die aanvullende gereedschappen staat er zo'n icoontje met allemaal 3D-vormen. Dit is het paletje met alle 3D-mogelijkheden om te bewerken, om te tekenen. En hierin vind je bijvoorbeeld rand afronden. Die rand afronden, die gaan we eerst nog een beetje moeten bewerken voordat we die gaan instellen. En die instellingen ga je hier bovenaan kunnen terugvinden. Ik ga eerst even op dat potloodje en dat sleuteltje klikken. Dat is het icoontje van de instellingen. En daar vraagt hij naar de straal. Hij heeft nog vooral andere opties. Die andere opties gaan wij straks nog gebruiken. De straal is bijvoorbeeld 5. Ik
zou graag hebben dat de onderste rand afrondt. En ik duw op Enter of het groene vinkje dat je linksbovenaan kan terugvinden. En automatisch wordt de poot afgerond onderaan. Is die afronding toch nog niet wat je had gewild, dan kan je ook nog die afronding in het infopalet gaan aanpassen. Onze tafel is nu al ongeveer goed getekend. Het enige dat we hebben is eigenlijk, het is nog altijd een heel witte tafel. Daarom kunnen we in 3D RenderWorks texturen toevoegen. Zo, RenderWorks texturen, daar kunnen we er zelf van aanmaken. Dat gaan we straks nog doen. Maar er zit ook al standaard een basis aan RenderWorks texturen in VectorWorks. Die basis ga je nu terugvinden in je infopalet onder Render. Onder Render staat er bijvoorbeeld Render Textuur. Klik ik op dat balkje eronder, dan ga je een heel optie aan bestaande textuur die standaard meegeleverd zijn in VectorWorks terugvinden. Daar zijn er best al een paar heel goede van. Bijvoorbeeld, we nemen voor het glas blauw. Dan heb ik een blauw gerenderde tafel. Je kan dus nu al door de tafel zien. De poot ga ik ook een RenderWorks textuur geven. Bijvoorbeeld, ik ga een metaal nemen en bijvoorbeeld aluminium, chroom geborsteld bijvoorbeeld. Nu geeft het nog een heel raar effect, die chroom geborsteld. Omdat het OpenGL is, waarin we nu aan het kijken zijn. OpenGL is een snelle rendermanier. Gewoon even snel weergeven. Straks gaan we het eindresultaat wel zien. En het eindresultaat ga je heel goed kunnen zien als we gebruik maken van RenderWorks stijlen. Maar ik ga niet constant in die RenderWorks stijlen werken. Dat is niet zo goed. Omdat die RenderWorks stijlen die nemen heel veel wat rekentijd. Als je iets aan het modelleren bent, met zoiets met heel veel rekentijd, dan ga je gewoon iets klikken, ga je even moeten wachten. Daarna ga je nog iets kunnen bewerken, moet je terugwachten. Hier, met die OpenGL, ga je onmiddellijk kunnen modelleren, onmiddellijk aan de slag kunnen gaan. Onze tafel is nu klaar, maar om aan tafel te kunnen zitten, hebben we natuurlijk een stoel nodig. Het eerste dat we dan gaan maken van die stoel zijn zijn poten. Daarvoor ga ik even in een vooraanzicht staan. Vooraanzicht is sneltoets 2. Dat zie je ook aan de tafel. En ik neem het gereedschap polygoon. Polygoon ga je kunnen terugvinden in die basisgereedschappen. En ik teken bijvoorbeeld een polygoon van 40 op 40. Gewoon zo. Onze polygoon is nu klaar. Wil je je pootjes toch iets schuiner hebben? Dan gaan we die polygoon nog kunnen aanpassen via het vervorm objectgereedschap. Nu zijn we nog altijd in 2D bezig. Dus eigenlijk heb ik nu gewoon in vooraanzicht 3 lijntjes getekend, een polygoon. En die ga ik nu bewerken. Ik ga bijvoorbeeld de pootjes nog iets schuiner plaatsen. En als laatste ga ik die pootjes afronden. Afronden, nog altijd 2D, dus ik gebruik nu het afrondgereedschap in 2D. Bijvoorbeeld met een straal van 5, het staat hier al juist ingesteld. Natuurlijk, zo'n 2D-pootje, dat stelt voorlopig nog niet veel voor. Dus gaan we daar nu een 3D-object van maken. Dat kan je het beste doen door gewoon nog een cirkeltje te tekenen. Dan weten we van, ja, dit is eigenlijk de grootte van mijn pootje. Bijvoorbeeld een cirkel van 1 centimeter. En dan gaan we het pootje, de omtrek die we al hebben getekend, en die cirkel selecteren. En dan gaan we nog eens naar dat menu 3D. Want in dat menu 3D ga je ook terugvinden extrusie langs pad. Dan gaat eigenlijk dat cirkeltje helemaal over dat pad trekken. Het pad is dat pootje die we al hebben getekend. Dan gaat hij vragen, wat is je pad? Door op de pijltjes te klikken, kan je het juiste pad selecteren. Hetgeen wat rood is, dat gaat je pad zijn. Ik klik op oké
En dat cirkeltje gaat nu helemaal over die boog lopen. Moet er iets aangepast worden aan dat pad, dan moet je niet onmiddellijk opnieuw beginnen. Door te dubbelklikken vraagt hij: wat wil je aanpassen? Het pad of het profiel? Je klikt op oké en dan ben je terug in jouw basisinstelling van daarstraks, die basis dat we hadden. Het pad loopt nu in het midden van de cirkel, maar je kan die wel aanpassen. Stel dat je graag had dat dat pad aan de buitenkant liep, dan kan je dubbelklikken op jouw extrusie langs pad. Dan kies je voor het profiel, dat is dat cirkeltje. En dan ga je zien dat er een kruis loopt midden in die cirkel. Door die cirkel te verplaatsen tegenover dat kruis, want dat kruis kan je eigenlijk beschouwen als het lijntje, het pad dat er eigenlijk doorliep. Door dat punt, dat cirkeltje te verplaatsen tegenover dat kruispunt, ga je eigenlijk je pad verleggen tegenover het nulpunt. Voilà. Dus we gaan nu onze zitting tekenen. In plaats van een gewone polygoon ga ik nu eens een 3D-polygoon tekenen. Het verschil met een 3D-polygoon is dat je die eigenlijk gewoon in 3D kan tekenen. Je tekent ze recht en van 40. En 40 hoog bijvoorbeeld. Wat we nu hebben gedaan gaat ook met een polygoon. Maar met een 3D-polygoon kan je gewoon veel verder. Daar kan je tekenen in X, Y en Z-richtingen. Bij een gewone polygoon ga je X of Y en Z kiezen. Drie richtingen tegelijk gaat niet. Hebben we die nu getekend, dan gaan we die ook eens bewerken. Hij ligt neer, zie ik. Dus dan gaan we die even recht zetten. Ik ga ze even opnieuw tekenen. Die gaan we ook kunnen bewerken en dat kunnen we even juist hetzelfde bewerken als bij die poot. Daar lukt ook het bewerken met die vervormobjectgereedschap. Vervormobject is niet alleen een tooltje voor 2D, maar ook voor 3D. Ik verplaats die leuning bijvoorbeeld 5 centimeter naar opzij. En als laatste ga ik afronden. Ook al is het een 3D-object al, want het noemt 3D-polygoon, ook die 3D-polygoon gaan wij kunnen afronden met die 2D-tools. Bijvoorbeeld een afronding van 5. Heb je die afgerond, dan noemt dat een NURBS. Een NURBS is eigenlijk een 3D-lijn of een 3D-polygoon met afrondingen in. Nu, voordat ik die NURBS ga tekenen, ik ben nog even heel iets klein vergeten. Ik ga die even terug wegdoen, want ik ga niet alleen die leuning schuin zetten, maar ik ga ook het zitje iets schuiner zetten hier. Voilà. Ik ga die NURBS nog even opnieuw maken door de afronding te plaatsen. En dan hebben we al eigenlijk één deel van ons zitje. Dat tweede deel willen we natuurlijk ook hebben. Dus dit is één kant van ons zitje. Nu wil ik nog de andere kant hebben en dat kan ik spiegelen, die andere kant. Spiegelen, ik wil hier ergens op een 30-tal centimeter zijn vanaf dit punt. En dat kan je het beste doen met, met een nieuw nulpunt te creëren. Daarvoor ga je op je uiteinde staan. Je duwt op de G-toets. De G-toets is dat, de sneltoets voor dat nieuwe G-punt, de nulpunt. En dan ga je zien dat er een nieuw cirkeltje komt. Door op de taptoets te duwen, komt dat blauwe kader terug tevoorschijn. En dan kunnen we onmiddellijk de juiste maten ingeven. 0,30. En dan kan ik onmiddellijk in 3D mijn spiegeling maken. We hebben de twee uiteindes van ons stoeltje. We moeten die natuurlijk alleen nog verbinden. NURBS, curves, want zo noemen ze, kan je verbinden met het stoeltje. Waar staat hij hier? Omspannen. Omspannen wil eigenlijk zeggen, ik ga eigenlijk een één geheel maken van twee of meerdere NURBS-curves.
Je hebt daar verschillende opties in en die verschillende opties staan hier bovenaan. Het hangt er eigenlijk een beetje vanaf hoe de samenstelling van jullie NURBS-curves zijn. En afhankelijk van de juiste samenstelling kies je de juiste manier om die NURBS-curves te verbinden. Deze keer kies ik voor de eerste. En die eerste zorgt ervoor dat als er NURBS-curves naast elkaar liggen, dat we die kunnen samenvoegen. Ik heb ze alle twee geselecteerd. Je ziet dat er zo'n rood lijntje tussen komt. Duw ik op Enter, dan vraagt hij van, ben je zeker dat het klopt? We kunnen het nakijken door op voorvertoon te klikken. Dan ga je zien, er vormt zich al een geheel aan dat sitje. Ik klik op OK en ons sitje is al gemaakt. Ik zal het nog eens laten zien in OpenGL. Ons sitje staat er. Alleen is dat sitje, omdat we gewoon twee lijnen, twee NURBS-curves hebben omspannen, hebben die gewoon een verbinding gemaakt tussen die twee en dan is dat sitje gewoon een heel plat, dun iets. We gaan daar een dikte aan geven en die dikte kunnen we geven met het wandgereedschap. Het wandgereedschap ga je ook kunnen terugvinden in die aanvullende gereedschappen. En dat wandgereedschap gaat gewoon eigenlijk, zeg het een beetje zelf, een wandje maken, een dikte maken van ons object. Het enige dat we moeten doen, is de juiste dikte toekennen. Bijvoorbeeld 2 centimeter. We klikken op het sitje dat we al hebben. We gaan terug naar ofwel dat groene V'tje ofwel de Enter-toets. En dan gaat hij automatisch een dikte hebben gegeven aan dat sitje. Dat wandgereedschap dat werkt niet alleen om diktes te geven. Je gaat ook aan een wandgereedschap een holling kunnen geven. Stel dat ik zo'n blokje heb en ik zou graag een holling maken hier in dat blokje, dan kan je dat ook doen met het wandgereedschap. Ik ga even een dikkere wand maken. Klik ik op het bovenvlak van dat blokje en dan op het groene V'tje of de Enter-toets, dan ga je zien dat hij een uitsparing maakt. Nu heeft hij zijn wand vergroot. Klik je in het infopalet op binnenwaarts, dan gaat hem de juiste verhouding houden. En heeft hem eigenlijk echt een gatje gemaakt, een doos gemaakt van dat blokje. Mijn zitje is klaar en een van mijn leuningen, van mijn poten zijn klaar. Dus ik ga dat zitje op de juiste plaats verhogen. Ik ga dat nu gewoon even handmatig doen. Voilà. Alleen, ik heb nu nog altijd maar één poot. Ik zou er graag natuurlijk twee hebben. Dat pootje ga ik eerst een klein beetje roteren, zodat hij meegaat met die afschuining van dat stoeltje. En dat kan je doen met het rotatiegereedschap. De meeste 2D-tools van de basisgereedschappen ga je ook kunnen gebruiken bij de 3D-objecten. Ik zou graag dit een klein beetje roteren. Dan wil ik aan de andere kant natuurlijk ook zo'n pootje hebben. Wel, dat pootje dat ga ik gewoon terug spiegelen, net als wat ik daar straks gedaan heb met de uiteindes van mijn zitting. En mijn stoeltje is klaar. Ben je zo'n stoeltje aan het modelleren? Dan is het soms handig om daar een symbool van te maken. Want dan hoef je niet elke keer opnieuw dat stoeltje te gaan tekenen. Voordat ik daar een symbool van ga maken, ga ik eens kijken of alles in orde is. Het is nog redelijk wit. Ik ga dus een kleur toekennen aan dat symbool. Aan dat sitje. Bijvoorbeeld een gele kleur. Voilà. Kleuren genoeg. Ik ga er een gele kleur aan geven. En als laatste, finishing touch. Ik heb nu redelijk rechte randen. Ik had eigenlijk graag gehad dat die randen gingen afronden. We hebben al gezien dat je randen kan afronden. Dat hebben we gedaan bij onze tafel. Maar nu wou ik eigenlijk dat in één keer alle randen werden afgerond. Ik ga dus nog één keer naar dat toeltje, dat gereedschap rand afronden. Ik ga nog eens naar de instellingen. Mijn afronding mag een straal van een halve centimeter zijn. Maar ik ga ook deze keer de optie selecteer alle randen kiezen. Als ik één rand aanklik, gaat hij alle randen gelijktijdig aanklikken en selecteren. Ik klik op OK. Ik klik op het stoeltje en onmiddellijk zijn alle randen geselecteerd. Ik duw terug op het groene V'tje
En de afronding is klaar van mijn stoeltje. Hij is nu dus volledig klaar om er een symbool van te maken. In de workshop van vorige week hadden we gezien hoe je een 2D-symbool kan maken. Je ging dus die 2D-vlakken tekenen en dan gingen we daar een symbool van maken. Vandaag gaan we zien hoe je daar een hybride symbool van kan maken. Een hybride symbool is een symbool die zowel 2D-kenmerken heeft als 3D-kenmerken. Ben je op jouw 2D-plan aan het kijken, de 0 van ons numeriek klavier, dan ga je enkel dat 2D-symbooltje zien. Ben je in 3D aan het kijken, elk ander perspectief, dan ga je ons juist dat modelletje zien dat we juist gemodelleerd hebben. Dus 3D enkel bij 3D, 2D enkel in jouw plan. Ik ga even het 2D openen, dan hoef ik die niet meer over te tekenen. Ik ga die roteren. Ik ga het anders roteren. En we zijn nu klaar eigenlijk om ons hybride symbool te maken. Wat heb je nodig voor een hybride symbool? Jouw 3D-model, dus wat je eerst in 3D gemodelleerd hebt. En jouw 2D. We zetten dat 2D op het 3D. We selecteren zowel het 2D als het 3D, dus heel het geheel. En dan gaan we naar het menu Bewerk. En daar kiezen we om een symbool te maken. Creëer symbool hebben we ook vorige workshop gezien. Dan vraagt hij eerst een naam. Ik geef gewoon een naam, stoel geel bijvoorbeeld. Het invoegpunt is eigenlijk de plaats waar als je straks je muis loslaat, ook jouw symbool zal verschijnen. Ik kies hier voor volgende muisklik. Dan ga je straks ook zien dat mijn muis eerst in een vizier verschijnt, want we moeten ook die volgende muisklik straks gaan aanduiden. Alles wat je koopt of wat je kan kopen, moeten we op reëel zetten. Een stoel kan je kopen, dus we zetten dat op reëel. Alles wat symbooltjes zijn, zoals een symbool voor een elektrisch plan bijvoorbeeld, dat zetten we op papier, want dat moet niet mee verschalen als je van schaal verandert. En als laatste, vervang de selectie door het symbool dat mag je aanvinken. Dat zorgt er eigenlijk voor dat onze tekening blijft staan en dat ons symbool wordt aangemaakt in ons hulpbronnenpalet. Die zet ruimtelijke 2D-objecten om, die moet aanstaan. Die gaat er eigenlijk voor zorgen dat alles wat we daar straks in 2D hebben gemaakt, of vorige week in 2D hebben gemaakt, gaat hij in het compartiment 2D zetten. Alles wat we juist in 3D hebben gemodelleerd, gaat hij in het compartiment 3D zetten. Dus hij gaat dat zelf scheiden. Vinken we die optie uit, dan gaat alles, zowel jouw 2D als jouw 3D, in dat compartiment 3D verschijnen. En dan klopt het systeem van een hybride symbool eigenlijk helemaal niet meer. Ik klik op oké. Ik geef mijn invoegpunt op en mijn symbool is gemaakt. Dat 3D-gedeelte is verdwenen. Ik zie enkel in 2D-plan mijn 2D. En in perspectief zie ik enkel mijn 3D. Dat is een beetje het voordeel van een hybride symbool. Zo'n hybride symbool die gaat er ook een heel klein beetje anders uitzien. Namelijk, een hybride symbool, een 2D-symbool, daar ga je een tweetje bij zien staan. Is het enkel een 3D-symbool, dan gaat daar een 3 verschijnen. Staat er niets bij, zoals bij dit symbool, dan wil dat zeggen dat het een hybride symbool is. Dat is het verschil tussen de twee. Onze symbolen zijn getekend. Ik ga ze even rond de tafel zetten, onze stoeltjes. En de basis eigenlijk is al gelegd nu. Wil je nog wat extra accessoires doen? Want een tafel en een stoel die is heel sober. Willen we daar nog wat meer tirlantijnen bijvoorbeeld aanhangen? Dan kunnen we bijvoorbeeld ook heel eenvoudig een schaal maken. Ik ga me terug in dat vooraanzicht zetten. En ik ga
één deeltje van die schaal tekenen. En dat deeltje, dat ga ik tekenen met een polylijn. Je merkt het misschien al een beetje op. Alles wat we in 3D maken, de basis daarvan, begint in 2D. Dus ik neem het gereedschap polylijn en ik ga één deel van die vaas tekenen. Meer niet. Dan ga ik naar het 3D-menu weer. En in het 3D-menu ga ik ook wenteling terugvinden. Wenteling gaat er eigenlijk voor zorgen dat het deeltje dat we hebben getekend zich helemaal gaat draaien, 360 graden kan draaien. Of als je het wilt ook 180, 200 graden. De hoogte en de straal, daar blijven we af. Want dat zijn instellingen van dat 2D'tje. Het enige wat we bekijken is de hoek. 360 graden wil dus zeggen helemaal ronddraaien. Wil je maar een halve schaal tekenen? Kan ook natuurlijk. Dan moet je maar de helft nemen natuurlijk. Ik klik op oké. En hij heeft onmiddellijk zijn schaal gemaakt. Willen we daar een kleur aan geven, dan kunnen we dat ook gewoon met die basisgereedschappen, die basiskleuren. En ik kies bijvoorbeeld voor een blauwe schaal. Ook hier, net als wat we er straks hebben gedaan met dat ontspannen, is die schaal een hele dunne lijn. Ook aan die schaal kan je, als je dat wilt, zo'n dikte geven, net als wat we gedaan hebben met onze stoel. En die dikte kan je ook opnieuw weergeven met het gereedschap wand.